een VOS-school te Marowena, oplossing van het grondrechtenvraagstuk en zuiverstromend drinkwater in het binnenland. Enkele beloften die vicepresident Ronnie Brunswijk vandaag deed tijdens de persconferentie van de regering. Maar eerst legde de vicepresident kort uit wat de regering in de afgelopen 5 maanden heeft gedaan. Wij hebben als regering in de afgelopen 5 maanden veel werk verzet waarvan de resultaten merkbaar zijn. Wij hebben salarissen kunnen uitbetalen zonder leningen en COVID-maatregelen getroffen die geleidelijk aan positieve resultaten leveren. Daarnaast kan ik ook verwijzen naar de recentelijke elektrificatie en watervoorziening in Marowena van Mungo en omgeving tot Albina. Ik kan u ook vertellen dat op korte termijn wij een aanvang zullen maken met de energie- en watervoorziening door onder andere het doen uitvoeren van een solarpompenproject. Tegelijkertijd willen wij hiermee de dorpen in Matawai aan de boven Suriname en de rest van Sipaliwini voorzien van 24 uur stroom en gezuiverd stromend drinkwater. Brunswijk zegt dat de regering ervoor zal zorgen dat het onderwijs in het binnenland conform wet en regelgeving van hetzelfde niveau zal zijn als in Paramaribo. Zo zal in het nieuwe schooljaar 2021-2022 een VOS-school in zijn volle omvang geïmplementeerd worden in Marowena. Hierdoor zullen onze kinderen in hun eigen omgeving in een moderne opgezette school voortgezet onderwijs op het hoogste niveau kunnen volgen. Zij zullen dus niet meer in internaten in Paramaribo hoeven te verblijven met alle gevolgen van dien. Soortgelijke onderwijsplannen zullen ook worden ontwikkeld voor Brokopondo en boven Suriname. Samenhangend aan dit alles zullen de moderne telecommunicatievoorzieningen in het hele land mogelijk worden gemaakt. Vicepresident Ronnie Brunswijk, die ook stelt dat het bestrijden van armoede in het geheel land zijn prioriteit krijgt.